prachtige Sparta-counter. Ik denk dat de Veldhuis de bal in de loop van Guillermo Pengel geeft. Die is sneller dan zijn tegenstander. Legt hem breed en daar staat de voet. Ja, die hoef je zo'n kans niet te geven. Met binnenkant rechts. Bal achter Niels Cornelis. En na een krappe 10 minuten komt Sparta Nijkerk dus op voorsprong. De voet maakt hem op aangeven van Guillermo Pengel. Maar de paas naar Pengel, ik dacht van ter Veldhuis, was een hele fraaie. Zo mag de treffers gaan gooien. Spelen die de bal ook maar eens lang. Maar staat Amasaguyo voor Sparta op de goede plek. Geeft hem aan Tim Muller. Tim Muller aan Fredriksen. Die controleert de bal niet helemaal goed met de hak. En dan kan aan de linkerkant van het veld Dada gevonden worden. Prachtige controle op de borststand. Fraai ineens meegenomen in de draai. Maar heeft Amasaguyo alweer in zijn nek. Die houdt wel van dit soort duels. Verliest het in dit geval. En dan wordt er goed doorgedraaid door Van Alst. Van Alst die met nummer 3 op zijn rug veel op de helft van Sparta te vinden is. Dada met de voorzet. Die komt in de voeten van Ter Veldhuis op de punt van de 16. Die levert in bij Tervoet naar Huijmans. Huijmans slordig en moet dat dan repareren. Dat lijkt te gaan lukken via Pengel. Goed wippertje van Pengel naar Van Kammen. En Van Kammen met de verkeerde terugspeelbal. Dan is het 1-1. Want daar staat met nummer 11 Wessel van der Horst. Die laat de bal rollen, doet een schijnbeweging en loopt zo heel eenvoudig om doelman Brian Willems heen. De rust, de serene rust. Bij Van Kammen wordt Sparta fataal. Speelt hem zo in de voeten van de spits. En zo is het vlak na de 0-1 alweer gelijk. Doelpunt komt dus op naam van Wessel van der Horst. De assist van een Spartaan. En die heet Sebastiaan Van Kammen. Schop in dit geval van Barry Beyer. En dan komt er een vrije trap voor Sparta. Nou, Huijmans is een specialist, maar dat weten we vooral vanuit wedstrijden uit de voorbereiding. Want in de competitie wil het nog niet zo lukken. Vorige week ook 3 keer mocht hij aanleggen. En 3 keer ging de bal niet tussen de palen. Dus het is te hopen dat hij dat een keer wel gaat doen. Misschien dat dat hem uiteindelijk een contract oplevert voor volgend seizoen. Want zoals we al vaker gezegd, is hij nog een van de mensen die wacht op een aanbieding van Sparta. Nou ja, inmiddels heeft hij 2 gesprekken gehad. Dus zou het zomaar zijn dat hij een aanbieding op zak heeft. Dat weet ik dan weer niet. Maar hij heeft nog niet aangegeven te blijven of te verlengen. Daar is een beetje het wachten op. De muur wordt op een 17-tal meters van het doel van keeper Niels Cornelis gezet. En dan mag Huijmans het gaan proberen. En ben ik benieuwd of hij de keeper tot de eerste redding kan dwingen deze avond. Het is de bal binnen. Wat een fantastische vrije trap van Huijmans. Met binnenkant voet krult hij hem in de kortste kruising. Fenomenale trap. En daar komt Rijnvis zijn duck-out vooruit. Wat een plaatje van Dave Huijmans. Nou zeg. Het staat 1-2 voor Sparta. Tweede schot op doel. Het is voor de tweede keer raak. Ja. Deze was echt mooi hoor. Goedemorgen, wat een fantastische vrije trap. Dave Huijmans is de naam. Hij staat op het scorebord hoor. 1-2. Ik sta hier net op jullie te wachten, Dave. En de deur zit nog dicht. En dan hoor ik een heel hard applaus vanuit de kleedkamer. Ja, dat waren een paar woorden dat de trainer heeft gezegd. Dat na afloop naar onze wedstrijd. Dan weten dat wij... Dat is een zwaar bewogen wedstrijd is. Dat we 3-4 basisklanten eigenlijk missen in ons team. En dat we dat zo oppakken als team. En dat we knokken tot het einde. En dat is het alleen maar lekker. Ja, dat was het hè. Echt knokken tot het einde. Ja, dat was echt... Je bespreekt wat dan voor. Vrouw en kinderen is er. Ja, dat is zoiets. Ja, dat was absoluut zo. En we hebben voor elkaar gevochten. En vandaar die ontlading eventjes. Ja, was het misschien daardoor wel een verdiende overwinning ook? Ja, verdiend. Kijk, het was een heel zwaar veld. Het was moeilijk voetballen. Ik kon ook niet verzorgd opbouwen van achteruit om het middenveld in te spelen. Van daaruit door te voetballen was lastig. Dus we kozen wat eerder voor de lange bal. En goed, we staan er 2-1 voor. 2 delen, dan weet je dat hun gaan komen. We hebben toch 2-3 kansjes aangelaten om het eigenlijk uit te bijten. Dat hebben we niet gedaan helaas. Maar goed, dat maakt het uit. 2-1 staat ook goed. Ja, 2-1 staat ook goed. Je mocht eindelijk weer eens op middenveld spelen vandaag. Ja, dat zeg ik. Personele problemen. Moest wat geschoven worden in het team. En goed, ik ben ook middenvelder. En kijk, ik sta vanaf links. Speel ik linkshangend aan de zijkant. Maar niet met de opdracht om links aan de zijkant te blijven. Dus meer met de opdracht om een beetje als vrij onder de 10, als rechts, als links half te komen. En dan door te voetballen. Ja, goed, dat weet ik. Dat heb ik met de trainer besproken. En daar vul ik hem zo goed in. Het nadeel van deze positie is dat je iets meer mee moet verdedigen, hè? Ja, dat is absoluut waar. Het hoort erbij en dat hebben we volgens mij gedaan met z'n allen, denk ik. Ja, de eerste counter voor jullie na 10 minuten druk van de treffers levert de 0-1 op van Tervoet. Daarna een foutje. Dat was wel te voorkomen, denk ik, waardoor het 1-1 werd. En toen die vrije trap van jou, neem ons eens mee. Ja, die bal ligt van, ik geloof, 25, 27 meter. Ik heb de laatste tijd, begin van het seizoen, ging alles bijna wat ik raak, dat is vrij trap vroeger in.
Oké, de laatste tijd wilde het niet. Ging het over, ging het naast. Afgelopen zaterdag ook een kans. In mijn mening moeten die ballen gewoon zeker tussen de palen. En als ze tussen de palen zijn, dan weet ik dat ze bijna voor 80% een doelpunt is. Nou, vandaag, ja, ik weet dat ik hem heb, dus ik leg gewoon weer aan. En ik weet dat ik het moet doen. En gelukkig heb ik het ook gedaan ook. Mooi. Ja, is dat zeker stijf in de kruising. Ja, was een goede goal. Ja, nou, dan ben ik blij mee. Ja, met je winnen. Ja, te zeggen ze. Maar ja, we hebben met z'n allen gedaan. Oké, ik maak die 2-1 en we winnen daardoor. Maar ik vind dat we als team genoeg hebben gestreden met z'n allen. En ik denk dat we als team een compliment verdienen. Ja, dan even naar jou toe. Je was een van de laatste mensen die nog geen gesprek met Sparta hadden gehad. Dat is inmiddels wel gebeurd. Hoe sta je erin? Ik heb gisteren een gesprek gehad en we zijn er nog niet uit. Meer kan je er niet over zeggen? Meer kan ik er niet over zeggen, nee. Goed, dan gaan we sluiten af met je fantastische vrijtrap. Dankjewel voor je tijd en gefeliciteerd.